Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben juf Marijke. En ik ben meester Christian. 2019 is inmiddels alweer voorbij. En dat betekent dat je... 2020... tegemoet gaat. En alles wat je moet weten van het nieuwe jaar gaan wij je vertellen. Ik wil dit niet missen. Nummer... 1. 2020 is een schrikkeljaar. Ja, dus dat betekent dat je 366 dagen hebt. Het jaar is begonnen op woensdag. En even een shout-out naar iedereen... die op 29 februari jarig is. We zijn weer jarig. Vier het groots. Want je mag het namelijk maar één keer in de... Vier jaar vieren. Nummer 2. Het is op 5 mei 2020, 75 jaar geleden... dat Nederland bevrijd is. 75 jaar. En wij denken dat dit wel groots gevierd gaat worden. Ja. Nummer 3. Van 12 juni tot en met 12 juli vindt het Europese kampioenschap voetbal plaats. Hey, kampioenen! En wist je dus dat er zelfs wedstrijden in Nederland worden gevierd? Dus ja. Voor alle voetbalfans... in de zomervakantie thuis blijven of je moet een goede wifi-verbinding op vakantie hebben. Nummer 4. Op 3 mei 2020 wordt er op het circuit in Zandvoort een Formule 1 wedstrijd geraced. Geraced, ja. Geraced. Met natuurlijk onze eigen Max Verstappen. Even shout-out naar Max. Nummer 5. Met de winst van Duncan Lawrence hebben wij dit jaar het Songfestival in Nederland weten te halen. En dat wordt ook in mei gehouden. En weet je waar? Ahoy, Rotterdam. Weet je waar ze het ook graag wilden vieren? Maastricht nummer 6! 6! Ja. Over Maastricht gesproken. Daar wordt dit jaar Koningsdag gevierd. Hebben ze toch nog een feestje? Met de koning en de hele familie. Nummer 7. 5 ringen, waar denk je dan aan? Olympische Spelen. Ja, dit jaar vindt namelijk vanaf 24 juli tot 9 augustus alweer de 29ste Olympische Spelen plaats. Ja, 29ste Zomerspelen. Zomerspelen. Want je hebt namelijk ook de... Winterspelen. En waar vinden ze plaats? In Tokio. Even belangrijk tussendoor, zet je notificaties aan. En abonneer gelijk even. Dan blijf je op de hoogte. Nummer 8. Ja, er komen superveel leuke nieuwe kinderfilms aan. Bijvoorbeeld The Minions 2. Ja, Mulan. Ja, de verfilming van Mulan. Ja. Ik heb het gisteren opgezocht. SpongeBob the Movie. SpongeBob. Oh, leuk. Daar ga ik wel alleen heen dan. En Trolls. Ja, dat is toch van die poppetjes met dat hoge haar. Ja, nummer 9. Even voor alle jongens en voor sommige meiden. Dit jaar krijgen we naast 4G ook 5G internet. Ja, snel. Krijgen we echt hopelijk goed werkende, opklapbare telefoons. Vouwbaar, hè? Ja, vouw is toch klapbaar? Nee, vouwbaar. Je kan hem gewoon als theezakje in... Ja, dus klapbaar. Ja, oké. Okay. Opvouwbaar/klapbare telefoons. Daarnaast, jongens, komen we met een nieuwe PlayStation en een nieuwe Xbox dit jaar. Ben je klaar? Nee? Dat jawel, dit waren ze. Dit waren alle leuke feitjes voor 2020. En nu, als klap op de vuurpijl, nummer 10. Ja, dit wordt het. Eigenlijk voor veel juffen en misschien voor wat meiden. Mm-hmm. Maar Justin Bieber komt in 2020 met een nieuw album. En... een tournee. En? Een documentaire. Dus jongens, verstop je ergens, want... Nee, zij zitten te playstationen en de meiden zingen... Baby, baby, baby. Dit waren de 10 dingen die je niet mag missen in 2020. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer, maar ja, dat kunnen we nog niet bedenken. Ja, dus weet je nou nog wat nieuwe dingen die staan te gebeuren die we vergeten zijn? Laat ze even weten in de reacties, want wij zijn namelijk heel benieuwd. Ja, en wil je meer van dit soort video's? Abonneer even op onze pagina. Sorry, ik was even afgeleid. Nou, abonneer dan, like even deze video, want dan krijg je nog meer te zien.